Je hebt tijdens de coronaperiode heb je een nieuw beeld gemaakt. Kun je daar iets over vertellen? Klopt inderdaad. In maart ben ik daarmee begonnen. Eigenlijk toen het begin van de lockdown aangekondigd werd. En ja, in alle stilte en afzondering kon ik rustig mijn gang gaan. En ik heb hem eigenlijk onlangs afgewerkt. Dus aan het eind van die periode dat ook afgerond. En dat is dit beeld geworden. Ik heb het de titel Verbonden gegeven. En ja, dat idee ontstond eigenlijk door de coronacrisis. Handen geven mag niet meer. Nou, je ziet dus wel twee handen die elkaar grijpen. Maar de handen stonden wel een beetje centraal voor mijn gevoel. En het zijn twee handen waarbij één de ander ondersteunt. Dus die elkaar in elkaar vastgrijpen. En de sterkere hand de zwakkere dus eigenlijk ondersteunt en vasthoudt. En ja, dat die verbondenheid die in het begin van de coronatijd toch wel een beetje voelbaar was door mensen die voor de zwakkeren in de samenleving opkomen, de mensen, ja, de meest kwetsbaren onder ons, ja, handen werden uitgestoken, figuurlijkerwijs dan. En ja, dat heb ik dus vertaald in dit beeld, waardoor de handen dus echt in elkaar grijpen. Dus dat is een beetje het verhaal erachter. We waren met drie mensen, drie vrouwen. Eén daarvan kon dit al, die had het weer geleerd. Toen hebben wij dus gevraagd of ze ons dat wilden leren. Ik heb dus in februari de film De Beentjes van Hildegard gezien van Herman Vinkers. Voor coronatijd, vlak voor coronatijd. En toen dacht ik bij mezelf, misschien is er wel een afbeelding van Hildegard van binnen. En toen ben ik gaan zoeken en Warenhoek vond ik er een. Jij bent aan het werk geweest op Terschelling. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, natuurlijk kan ik dat. Ik heb daar een aantal weken gezeten in een tent. En ik heb daar veel geschetst en veel getekend en veel foto's gemaakt. De schetsen die kun je hier zien. Ik ben nu mee aan het zoeken of... Ja, wat ik daarmee wil en wat ik daarmee kan. Maar de tekeningen zijn klaar, dus die moeten nu ingelijst worden. Ja, en ook daar, welke maak je wel en welke lijst je niet in. Het is dus elke keer de afweging ervan. Wat heb je met natuur specifiek? Nou ja, de natuur is natuurlijk een onuitputtelijke inspiratiebron. Ik weet niet, als je hier uit het raam kijkt, dan zie je toch de zonsondergang. En elk seizoen heeft zijn eigen charmes en zijn eigen licht. Elk uur van de dag heeft zijn eigen charme en zijn eigen licht. Ik zit hier natuurlijk te werken en ik heb hier nou natuurlijk een prachtig uitzicht. Ja, of dat inspirerend is. Ik gebruik vooral het licht en de donkerte en de contrasten van de natuur ook om werk te maken. Ja, het is afval van het textiel. Ja, afval van het textiel. Kijk, ik heb textiel, maak ik ook gewoon van katoen, maar meest... Van draden uit zee. Dat zijn vlakke draden, dus dat is niet dubbel. Daar is het rond. Dus in feite maakt u kunst uit zeeafval? Ja. 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 Ja, ik vond het ook zo naar om te zien dat al dat plastic, waar gaat dat naartoe? Ja. En dus daar bijvoorbeeld heb ik nog wel... Elke keer krijg ik inspiratie om er wat van te maken.